Hallo, ik ben Diana van Lee en ik speel in het ensemble en understudy Charlotte. Hoi, ik ben Katelijne de Sonneville. Ik ben Swing en ik ben understudy hofdame Tessa en hofdame Angela. En vandaag gaan we twee vragen van jullie beantwoorden. Ja, en de eerste vraag is van Chantal. En die vraagt, als je om 8 uur een voorstelling moet gaan spelen, hoe laat moet je dan in de hangar aanwezig zijn? Nou, de acteurs zijn er rond 6 uur. En die worden dan door de castbus afgezet. Maar sommigen komen ook zelf met de auto. En dan ga je eigenlijk direct naar binnen en dan teken je in. Want dan weten ze dat je in het gebouw bent. En daarna ga je naar je kleedkamer, dan zet je je spullen even weg, doe je een make-upje op. En daarna ga je lekker eten. Vervolgens ga je je haar doen. Dan moeten we ons haar zo strak mogelijk op ons hoofd vastzetten, zodat onze pruik er mooi overheen kan. En dat heet boekelen. Met een soort kleine knotje zet je dan je haar heel strak op je hoofd vast, met een netje eroverheen. En dan ga je eigenlijk je zender halen. En dan is daarna rond 7 uur is dan de soundcheck. En daarna kan je dan eigenlijk meteen je pruik gaan halen. En dan hebben we dus ongeveer nog een uurtje. Ja, dan kun je nog even wat dingetjes voor jezelf doen. En dan om 7:30 of om 14:30, als je een matinee hebt, dan hebben we een 7:30 of een 14:30. En dan krijgen we nog laatste informatie over de voorstelling. Dan zingen we nog in met z'n allen. En dan zijn we klaar voor de voorstelling. En de tweede vraag kwam van Lisa Kobussen via Instagram. En die vroeg of we in de voorstelling echte sigaretten gebruiken of neppe sigaretten. En als het echte sigaretten zijn, wat je dan doet als een acteur die niet wil roken. Hier zie je de sigaretten die in de voorstelling gebruikt worden. Het zijn geen echte sigaretten, het zijn kruiden sigaretten. Dus er zit geen teer in en andere slechte stoffen. Want op de werkvloer mag niet gerookt worden. En hier bij soldaten dus ook niet. Bedankt voor jullie vragen, Lisa en Chantal. En de gesigneerde boeken komen jullie kant op. En als je nou ook nog een leuke vraag hebt, dan kun je die stellen op Facebook of Instagram.